Yo guys, welkom bij deze nieuwe video over ghost hunting. Vandaag gaan we jullie nog een keer het verhaal vertellen over kasteel Herne. En wat er allemaal nog meer verteld is. Ik ben hier weer met Oscar. Yo. En laten we gauw erin duiken. Oké, het verhaal is dus. We waren daar dus aan met onze hele klas. En toen, wat er eigenlijk gebeurd is, Oscar keek dus naar een raampje, dat wisten jullie al. Toen kwam er een man mid hoogte, mid bruin krullend haar, op hem afrennen met een mes in zijn hand. Waar gebeurt? En ga er dus niet nog een keer heen. Maybe voor echt een mega wij moeten vlog. En wij moeten daar sowieso ook nog een keer heen, om uit te zoeken wat er precies aan de hand was. Ja. En laten we vertellen wat erin was. We gingen dus daar dan in. Toen kwam je dus, rechts was gelijk de deur naar de wc, naar de keuken ook. En daar was dus dat kamertje met die man. En er stond dus heel random een exitbord die aan stond. Dat was het enige licht in die kamer. En wat er dus verder gebeurd was, wij gingen dus daar in een kamer en ze vertelde dat in daar stond een put. En die gebruikte ze vroeger echt. En ze zeiden ook dat sommigen, zeg maar, in de oorlog, dat ze daar dat gebruikten om mensen in te gooien en zo heel goor. En af en toe, wanneer ze geen eten hadden, bakten ze elkaar in de pan om genoeg eten te hebben. Ja, dit is echt waar gebeurd. Pas op als je daar bent. Nou, niet in de pan, in de oven. Nou, dat is heel lang geleden, je hoeft daar niet op te passen. Ja, en het enige grappige, waar we een beetje minder bang van werden wat ze vertelden, dat ze altijd met hun rechterhand hun billen afveegden en dan met een blaadje naveegden. En dat ze met hun linkerhand de wc, de houten wc doorspoelden, een soort van. Ik ben het belangrijkste vergeten en dat is dit putje hier. Zat een keer een elastiekje. Maak maar open, ja. En nu is die klikt heel weg. Klaar. En die hadden wij toen meegenomen naar huis. Nou, Oscar, want ik woon hier. Maar toen, de volgende dag, lag hier weer. Terwijl Oscar mee naar huis had genomen. En ik zag daar iets roods in. En misschien was het wel een ballon of zo. En waarom ik net ook kut zei, dat komt, dat raampje daar. Ik zag daar een gezicht. Het lijkt ook op een gezicht, maar ik zag er echt een gezicht achter. Dus ja, laten we even van dichtbij gaan kijken. Dit is dus dat raampje. Ik zie iemand wegrennen. Wat? Dat kan niet. Ik zag niemand. Wat? Sorry, we moeten even de video op stop zetten. Ik ga even kijken. We gaan even goed kijken. We zijn de video even aan het terugkijken. En het was dus heel raar, want Oscar en ik keken daar dus inderdaad doorheen. In de video zag je echt iemand wegrennen. En we gaan even buiten kijken. Dus tot zo. Oké, we zijn nu buiten. En ik wil jullie heel graag laten zien wat het raampje van de buitenkant is. Kijk, dit is dus van de buitenkant. Er zitten dus 5 raampjes, maar van de binnenkant lijkt het net of er 3 zitten. En dat is heel raar, want dat ziet er heel raar uit, maar het is wel zo. Het zijn wel gewoon 5 raampjes. Er zit een balkje voor. En in principe kan sorry, het is heel eng, maar we zagen net inderdaad iemand wegrennen. En het was niet die man van kasteel Herne, gek genoeg. Het was een soort van, volgens mij was het een man met niks in zijn hand. Gewoon een man die door ons raampje gluurde. Ik weet niet waarom, maar het leek alsof hij een soort meisjespruik op had. Misschien is het wel een dief of zo die zichzelf wou vermommen. Of weet jij iets van die man? Ik herken zijn schoenen ergens van. Maar dat kan zo ja, maar ik herken zijn gezicht ook een beetje. Maar dat kan ook zijn dat die schoenen gewoon vaker worden verkocht. Dat is waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Dat is altijd. Dat is het nadeel. Maar ik herkende ook zijn gezicht sowieso ergens van. Een beetje, ik zit dus op voetbal. En ik zat op Jump School. Dat is gewoon in Jump Square. Een beetje trampoline springen. En tricks oefenen en zo. Maar daar heette dus eentje. Die heette Boy.
En die leek een beetje op die man. Zijn haar niet, want die man had een pruik op. Dus ik wist niet wat zijn haar was, maar had krullend haar. En die man leek een beetje alsof hij onder die pruik krullend haar had. Omdat de pruik een beetje omhoog werd gewipt, zeg maar. Maar helaas moeten we zo gaan afsluiten, want we hebben niks meer om te vertellen. En als we nog wat meemaken, vertellen we het wel. Ja, er komen sowieso zometeen nog wat video's aan. Dus like als je kasteel Herne eng vindt.